altijd plek, hè, nu? Ik heb geen idee hoe dit allemaal werkt. Ja, ik ga sowieso hier staan, dus ik doe sowieso die slang erin. Recht, recht, recht. Ja. Pliep, pliep. Daar heb je niet gereed. Nou, je moet scannen. Ja, maar ik heb zo'n pasje toch. Doet hij wat? Ik denk het. Bezig met opladen, hè? Ja, ja, hij gaat goed. Wow, yo! De Tesla cap. Ja. Staat hier. Mij te filmen hoor, met de Ginneke. Maar we gaan hem even ontscoepen. De verse watermeloen. Een verse watermeloen voor de verse Tesla. Ik doe hem wel een beetje netjes, sorry. Ja, goed open doen. Nee, dat weet ik zeker. Goed open. Bam! Wow! Wow! We zijn er weer, hoor! Ik kan nog beter in die Tesla aan mijn honden scoepen. Dat niet maar zo gaat niet. Hey! Ja, turf hem ook nog even onder. Oh, morgen! Hé, hey, is dat een Tesla? En mijn groeimaten, wat dacht hier nou? Dat ik zo'n Tesla ging kopen voor de lol? Nee, we moesten toch gewoon nog iets kopen! In plaats van in die Maserati! Op de parkeerplaats! Mensen gaan het natuurlijk gewoon helemaal aanvragen. Wees maar niet teleurgesteld in Yuri Buiken! Kijk, durability test, alles doen we gewoon. We zijn al off-road geweest zelfs met het ding. Dat was in 5 minuten uit de doos. Ik koop Ferraris en dingen en Lambo's heb ik allemaal gehad. En weet ik het allemaal. En dan betaal je inderdaad tering voor geld voor zo'n auto. En dit is echt het eerste model van Tesla dat echt gewoon zo'n auto helemaal stront rijdt gewoon. Gewoon helemaal stront op de snelweg. Misschien het circuit niet, weet je wel. Waarschijnlijk een goede coureur in deze auto op het circuit, waarschijnlijk wel. 135.000 euro, je hebt stoelverkoeling, je hebt stoelverwarming, je hebt een tv-scherm. Je hebt gewoon een prima soundsysteem, wat je niet eens in zo'n Ferrari hebt, hè. We hebben gisteren een draggy gedaan, gewoon even zo'n draggy. 2,8 seconden. Met z'n vijven! Dat doet hij wel, weet je wel. En ik kan maar beter autoverzamelaar. Dat is gewoon een hobby. Ik verzamel, ik bouw nu een collectie op. Moet ik gewoon hebben om zelf te testen, is dit nou echt het geld waard? En dat is dus wat wij gaan doen. Nou, ik denk dat het sowieso zijn geld waard is, want het rijdt dus gewoon serieus die Ferrari en alles. Het is ongelooflijk. Je wordt gewoon misselijk van de acceleratie de hele tijd zo. Het is bizar. Ik heb volgens mij 2 V12'en, 1 V10, dat is die R8, en 9 V8'en. Hoedjes. 9 V8'en. Hoedjes. Jongens, ik heb zeg maar alles gewoon, weet je wel. En daar hoort dit bij, vind ik. Omdat het deze prestaties heeft, ten opzichte van de euro, zeg maar. Het is toch belachelijk gewoon. Deze Model S plate, best wel oké is afgewerkt. Je hoort verhalen dat die stoelen niet goed zitten achter, maar je zit volgens mij achter. Nou, als ik gewoon even helemaal in het stoeltje zit, ik vink hier eventjes zo die stoelverwarming aan. Ja, je hebt daar ook stoelverkoeling, alles. Boom. Ja. Gelijk warm. Met deze accu kan je best wel ver. Je kan volgens mij 600 kilometer of meer. Maar we gaan hem voor jullie gaan we hem even goed testen. Daarom heb ik het Joël Beukers kanaal. Daar testen we ook echt even goed die auto's. Ik hoop dat die wel deze auto echt gaat verslaan, zeg maar. Die R8. Ja, Jeroen zit te testen een sample te doen. Voor een nieuwe smaak V2. Daar zijn we ook mee bezig. Komt van alles aan, jongens. Als je deze in de zomer hebt, met ijs in je beker. Dat is heel gevaarlijk. Ja, hè? Dit smaakje. Dan moet je echt oppassen dat de krant niet wordt gebeld. Ik wou net zeggen, ik denk dat we nog niet zeggen natuurlijk wat voor smaak het is. Maar wat erin zit, dat is echt gevaarlijk. Ik heb deze auto heb ik dus gekocht voor mijn masterplan verduurzamen van ons huis. Maar dat hoort er ook bij dat we deze kunnen opladen met zonne-energie. En dat ik dus de meeste kilometers kan gaan rijden van woon-werkverkeer met deze auto. Dus gewoon geheel gratis. Proberen. Want ik sta nu ook alweer hier aan de lader. Maar goed, wij hebben heel veel ruimte om die zonnepanelen erop te gooien. We hebben een nieuwe techniek van ketels. Komen eraan. Ik ben bezig met bedrijven om daar samen iets mee te doen. Ik heb al 32%. We zaten net op 27. Dus ik heb al 5%. Gaan! Gisteren posten we dus die Tesla. Ik weet natuurlijk dat iedereen gaat janken. Oh, Tesla, hoe is dat? Maar dat is dus het mooie eraan. Dat creëert bereik. 200,
80.000 bereikt. Nog niet eens in 24 uur. Meer van Mannen heeft er gepost. Carspotter NL heeft gepost, noem maar op. En dan post je dan gelijk de volgende ochtend. Nog geen 24 uur heeft hij een kenteken. Post je die video hier. En dit is zeg maar mijn dansje. Ik ben eigenlijk voorloper. Op TikTok dansjes. Kijk, dit is mijn dansje. Dat deed ik 10 jaar geleden ook al. Maar voor alle TikTokkers die nu zo staan te doen, die het nu heel leuk vinden en views pakken, die zullen over 10 jaar echt niet denken, oh, laat ik dat nog een keertje gaan doen. Want toen was ik echt een coole boy. Gooien we iedereen praten over de crypto's, waaronder de Zivo. En dan weet je dus dat je eigenlijk gewoon niks moet doen. Dus echt oppassen, je niet om de tijd te slapen hoor. Stik je gewoon. Op hoog moet die Tesla pet. Accent is ook hier. Jawel. Ook nog een pluspunt van zijn Tesla is 4-wheel drive. Dus ook in de regen kan hij gewoon zijn pk's kwijt. Komt aan. Hup. Je hebt geen sleutel ook, hè? Weet je hoeveel sleutels ik heb? Ik raak ze altijd kwijt natuurlijk. Wij gaan nu naar de goudroogwinnaars. 1 maart gaan we weer beginnen met de nieuwe challenge. De inschrijving gaat binnenkort open. En die van 1 maart is wel, denk ik, de belangrijkste goudroog challenge. Want die moet je wel echt gaan pakken als je deze zomer wil flaneren. Ik denk zelfs dat we voor 1 maart al een hele mooie dag hebben. Dus dit is wel het moment om te beginnen. Zit daar een knopje in of zo? Hoe krijg je dit eruit? Staat er niet wat op? Misschien weer het sleuteltje ervoor, ja. Kastje er weer voor, denk ik. Houd de laadpas voor de kaartlezer tot de... Don't read the fucking manual. Ja, ik ben die guy die niet de fucking manual read. Brandslang weer mee. 47%, hè? Zit gewoon half vol. Ik kan morgen weer hier opladen. Hey, en ik heb echt een hekel aan tanken. Houd je dus ook weg van die verleidingen, hè? Bij de kassa. Ja, ik weet het wel, Karel. Dat je eventjes zo, pap, Twix, weet je wel, zo'n witte KitKat Chunky, pam, 2! Blissootje erbij, frikandelbroodje, pam!